Oké, hallo allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze eerste video van mij. Ik ben Fariko Killerjay en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je van de legerbasis een jet kunt stelen zonder gepakt te worden door de politie. Het eerste wat je nodig hebt is eigenlijk een beetje een snelle auto of een helikopter. Nou, ik pak eerst een auto om naar de legerbasis toe te rijden en daar regel ik dan wel een heli. Deze heli ga ik waarschijnlijk regelen via Meriwether. Het is gewoon een nummer in je telefoon die kun je bellen, dat weet je waarschijnlijk wel als je een beetje GTA speelt. En dan kun je dan allemaal dingen vragen, zoals bijvoorbeeld een airstrike kun je vragen, air support, ammo drop, maar ook een pick-up helikopter. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, je wordt opgehaald door een helikopter. En ja, die kun je als een soort van taxi gebruiken en die kan je overal naartoe brengen. Wat ik ga doen, is net even wat anders. Ik ga namelijk de piloot van de helikopter neerschieten om vervolgens gewoon lekker de legerbasis op te vliegen. Maar voor je dat doet, moet je natuurlijk nog iets anders doen. Nou, ik vind dit eigenlijk wel dichtbij genoeg. Ik kan hier mooi de helikopter bellen. Voordat je dat gaat doen, als de helikopter er is, moet je nog wat anders doen. Je moet namelijk Lester bellen. Nou, als je Lester belt, heb je ook allerlei verschillende opties. Je kunt bijvoorbeeld een bounty op iemands hoofd zetten. Je kan nog andere dingen doen. Je kan vragen aan hem of hij een helikopter voor je wil regelen. Maar wat ik dus ga doen, is ik ga aan hem vragen of hij ervoor wil zorgen dat de politie een tijdje niet achter mij aankomt. En die optie heet dus Cops Turn a Blind Eye. Nou, als je dat doet, heb je 3 minuten lang. Oké. Bij Meriwether sta ik op een blacklist. Dat is leuk om te horen, zeg. Nou, ik mag dus geen helikopter bestellen van Meriwether. Nou, dan moeten we het maar met deze auto doen. Wat je dus kan doen bij Lester is dus hem bellen. En als je dat doet, dan staat er onderaan de lijst voor $5000 kun je dus Cops Turn the Blind Eye doen. Nou, op dat moment heb je 3 minuten lang nergens last van. Niet last van de politie, niet last van het leger, nergens. Het enige wat je niet mag doen is agenten, soldaten, etc. mag je niet doodschieten. Doe je dat, ja, dan worden ze dus boos en krijgen dus wel politie achter je aan. Doe je dat niet, is er eigenlijk niks aan de hand en kun je gewoon de legerbasis op. Dus de mensen hier kunnen dus niet rijden. Haal je rijbewijs. Nou, als je dat eens doet, heb je nergens last van, komen ze niet achter je aan. Dan kun jij gewoon lekker rustig de legerbasis op om bijvoorbeeld een jet te pakken, wat ik nu ga doen. Maar je zou bijvoorbeeld ook een tank kunnen pakken of iets anders. En proberen de legerbasis af te komen. Ik weet niet of er een manier is om met die tank van de legerbasis af te komen zonder een chopper. Maar ja, dat zou je dus ook kunnen doen. Nou, ik ga nu even Lester bellen. Beter neemt hij wel op. Hey, what's going on? Oké. Je hebt dus hier allerlei verschillende dingen, bijvoorbeeld request job, locate a boat, locate a helicopter, locate a car, locate a plane. Nou, en onderaan de lijst staat cops turn blind eye. Nou, in het Nederlands betekent dat dus agenten zijn, kijken even de andere kant op. Het kost $5000 en zodra ik het koop, kijk, begint er onderaan de map begint een metertje lopen. Nou, en dat is 3 minuten. Dus 3 minuten lang mag ik eigenlijk alles doen wat niet mag, behalve hun doodschieten. Dan worden ze wel boos en dan ben je wel te doen. Maar zolang je dat niet doet. Ja, het lukt net. Zolang je dat niet doet, is er dus niks aan de hand. Dan kun je gewoon, kijk, ik ben nu op de legerbasis. Ik heb geen last van sterren. Niks. Dus ik kan hier gewoon een beetje lekker rondcruisen. Een beetje rondrijden in mijn autootje. En er gebeurt niks. Maar wat wij dus gaan doen is, wij gaan een jet halen. En die jet wil ik halen uit de grote hangar. En die is daar. Dus laten we daar maar eens heen rijden. Nou. Wacht, ik wil eerst even wat anders doen. Ik ga even een stukje terug. Kijken of er nog iemand van het leger is. Dan kan ik bewijzen dat ze niks doen. Hallo soldaten, waar zijn jullie? Waarom zijn jullie vandaag niet aan het werk? Nou, vandaag is het leger waarschijnlijk vrij, want er is gewoon nergens een soldaat. Het leger is vandaag vrij. Leuk. Ja, het leger neemt vrij op de dag dat Killerjay een video maakt. Super leger. Nou, het maakt er verder niet uit. Ik ga nou de jet stelen. Nou, zoals je kan zien, ik heb nog steeds geen sterren achter me aan. Ik heb nog 1 minuut 41 tijd om deze jet van de legerbasis af te vliegen. Nou, en nadat ik dat heb gedaan, kan ik eigenlijk nog, ja, de tijd die ik over heb, kan ik nog gewoon chillen. Geen politie. En na die tijd kan ik gewoon lekker ahoeren met mijn jet. En kan ik gewoon, ja, met kapot schieten online. Nou ja, wat je ook maar wil. Als je een jet nodig hebt, op deze manier kun je hem super makkelijk halen. Ik wil Fariko Nome nog even bedanken dat ik deze video op zijn channel mag uploaden. En natuurlijk wil ik jullie vragen als jullie deze video leuk vonden om even een dikke thumbs up te geven.
te subscriben op dit kanaal als je nog niet gesubscribed bent. En onderaan de video, in de beschrijving, staat natuurlijk een linkje naar mijn kanaal. Vond je deze video nou leuk en wil je meer van mij zien? Subscribe dan ook even op mijn kanaal. En ik zie jullie later. Later.